enter at your own pleasure. Wicked. After months of preparation, proceedings begin in the Amsterdam Arena. Constructors worked on the stage for days for what is already the 10th edition of Sensation. The event started in the year 2000. We take a look back at the beginning period with the founders Duncan and Liska. Ik weet, voor de eerste keer was het toch wel echt, was echt spannend. Toen dacht echt iedereen wel van, nou die zijn gek. En we hebben het ook net aan gered, waren maar 17.000 mensen. Het was eigenlijk net genoeg om dat stadion een beetje goed gevuld te krijgen. En dat het een goed feest werd. En toen hadden wij eens van, nou oké, okay, als we iets doen hier, dan willen we ook echt wat anders wordt. En echt een spektakel. Zo kwamen we eigenlijk op het woord sensation ook. Hè. Sensatie moet het worden. We waren ook echt wel bezorgd, krijgen we het wel goed gevuld. En dan ook geen dresscode natuurlijk, iedereen, dat is wel een groot ding. En het grootste, hè, dat mensen echt wel niet, was nog nooit gedaan in een stadion. Dus het was echt, iedereen had het er ook over. Hoe gaat dat worden? Ja, die arena blijft gewoon onwijs spannend. Toen ik deze week weer naar binnen liep, ik blijf het gewoon. Dat ding is gewoon elke keer groter weer dan je voorstelt of zo. En elke keer loop je binnen, oh, wauw. Dus dat was toen helemaal de eerste keer van wauw. Ik moet zeggen dat we bij de eerste sensation totaal niet. Het woord internationaal, dat kwam echt niet in ons voor. Voor mij hebben we er nooit over gehad. Dat is eigenlijk 5 jaar geleden begonnen. Ook door onze eigen reizen wat we meer gingen doen. Ook door de DJ's die internationaal gingen. Toen zagen we dat die housewereld internationaal werd. Toen begon we voor het eerst de dagen van, nou, dat zouden we ook wel gaaf vinden. 2 jaar geleden zijn we echt een stap gemaakt. Vooral een belangrijke stap, Chili. Nee, Chili, hè, op all places. Weet je, daarmee kwam toch een andere perceptie. En vanuit Chili zijn we dit jaar in Brazilië terechtgekomen. Nou, vergeet Australië natuurlijk niet. En Australië. Ja, de Australiërs waren echt blij van, thanks dat jullie hier kwamen. En, nou, die waardering, dat is echt wel tof. Vaak komen dromen niet uit. Hè. Een droom blijft vaak een droom. Maar de droom kwam uit. De droom is uitgekomen nu. We zitten in 15 landen. 20.000 Russen, 40.000 Brazilianen, 40.000 Australiërs, Nederlanders. Deze editie komen er 15.000 buitenlanders hier naartoe. Ik ga echt even 6 weken vakantie nemen om even dat te laten bezinken. First New Year Sensation Dance Party is being hailed a huge success. Nice music, of course. Grand Party Grand! Well, a lot of fun. Party time. It's like you're in a completely different planet. But it's going to be awesome. It's gonna be great, like everywhere, it's gonna be great. Sensation. Of je nou Rusland dan komt of uit Tsjechië. Dus ja, gelijk gestemd. Die komen voor één ding. Vrolijkheid, positief, feest. En met elkaar een leuke tijd hebben. Nou, het voelt wel als een soort 10 keer. Toch wel, is een soort momentum. Waar staan we nu? Waar komen we vandaan? En waar gaan we heen? We hebben wel een paar jaar geleden gezegd, we willen werelden creëren. Dus we hebben de Love World gehad met de boom. We hebben de Underworld, onderwaterwereld gehad. En nu hebben we de Wicked Wonderland. De ontwikkeling van het thema zijn we eigenlijk ruim 1 jaar geleden mee begonnen. Het verhaal is geïnspireerd op het Alice in Wonderland verhaal eigenlijk, maar dan wel helemaal eigen gemaakt op een sensation manier. En daarin is een meisje eigenlijk op zoek naar een zoektocht aan te doen naar de eigen vrijheid, naar de sensuele of seksuele vrijheid. En op het moment dat ze volwassen is, wordt ze eigenlijk door aan de hand van haar alter ego wordt ze meegenomen door alle andere werelden. En daardoor kwamen we eigenlijk op een wereld, een hele generieke wereld, waarin we de mensen, het publiek, steeds in een hele andere beleving meenemen. En dat doen we dan met middels choreografie, acts, beeld, video, special effects. The first stage consists of the design of the stage and the set.
thema, daarbinnen werk je eigenlijk het hele technische concept uit. Dus we gaan kijken of de alle elementen bij elkaar eigenlijk passen en of dat een mooi plaatje geeft. Ja, en het is heel leuk om te zien wat de reacties is van de mensen, wat je gecreëerd hebt en hoe zij daarop op reageren is gewoon geweldig om te zien. Het idee wat we hier zien, hè, de set, zeg maar. En om de set heen, zeg maar, wordt licht bedacht en video wordt daarin geïmplementeerd natuurlijk. Dus iedere DJ wordt aangekondigd, daar zit een showblokje voor. En dat maken we hier. Ja, bijvoorbeeld als er gestroopt moet worden, nou, die zet ik dan aan. En dan kan ik dat hier zeg maar, laten knipperen. En vervolgens hangen we daar een tijdcode aan. Precies op het moment, zeg maar, dat die beat in de muziek komt. Gaat dit dan aan. Nou, hier gaat de muziek los, dus dan zien we dat ook op het beeld gebeuren. At the same time, the internationally acclaimed photographer Erwin Olaf is at work for Sensation. Today we shoot a campaign photo for a Sensation Wide. 12 people trying to climb to the door, Sensation Wide. Many beautiful girls, few ugly boys, and a little man. Wonderland. Casting for the dancers starts a couple of months prior to the event. What are you doing here today? I'm coming to do audition for Sensation. Exciting? Yes, always. ik sprak gisteren een danseres en die waren aan het doorpassen en we waren de visagie aan het doen en alles. En die zei van, ik had je verwacht dat het zo serieus was. Het is echt helemaal niet. Ik dacht dat ik even een dansje moest doen. En ik had totaal niet verwacht hoe lang en hoeveel werk hierin ging zitten. Shows zijn misschien ook danseressen, maar die staan een beetje langzaam, sexy te bewegen. En dat is hier niet zo. We hebben echt choreografieën aangeleerd, echt dansstukken geleerd. Het einde van het nummer, dan komt er een DJ en dan verandert de muziek. Dus dan is het afhankelijk van wat er gedraaid wordt. Dus dat kan heel snel zijn, maar het kan ook heel rustig zijn. Dat hangt echt van de beat af. Vandaag officiële startverkoop voor Sensation Amsterdam 2009. Nou, het zal wel druk worden. Ja? Ja, we verwachten wel drukte. We hebben er een 100 man dedicated op Sensation zitten. We hebben meer kaarten dan ooit verkocht in een korte tijd. En dat hebben jullie allemaal fantastisch gedaan, dus daarvoor onze hartelijke dank. Due to the huge international demand for tickets, Sensation Travel was founded. Sensation Travel is de combinatie tussen een ticket voor het event, een hotelovernachting en een transfer van het hotel naar Sensation toe. Makes the whole Sensation experience more easier. Wij willen een sexy clubgevoel neerzetten. En we denken er echt over na. We hebben dit jaar voor het eerst zelfs heel lang met die DJ's gesproken. We willen geen dubbele platen meer horen. We willen echt een opbouw hebben. We praten echt met ze. Nou, dat is echt zo'n verschil natuurlijk met toen. Wat aan deze editie bijzonder is muzikaal gezien, in vergelijking met de andere jaren, is dat we inderdaad een dialoog met iedereen aan zijn gegaan.
Dus dat het meer een heel kloppend muzikaal verhaal is geworden. In voorgaande jaar eigenlijk alle artiesten die er hebben gestaan, die zijn altijd helemaal overweldigd. De grootte der aarde. Ook al wisten ze niet helemaal precies wat het was, als je ze meeneemt naar de Koninklijke Loge om even de show te gaan bekijken, dan is iedereen altijd helemaal flabbergasted. Ik denk dat heel veel DJ's zoiets hebben van, nou, hier zou ik graag willen draaien. Sowieso de kracht van 35.000 mensen, als die reageren op iets wat jij doet, ja, dat is ook niet iets wat slijt of zo. Daar wen je ook niet aan. Dat blijft gewoon iets wat zo overwhelming is. De sfeer verandert naarmate in het midden van mijn set zeg maar de hoofdrolspeelster van de avond op een andere locatie komt. En daar speel ik de muzikaal ook weer op in. Ja, dat soort dingen, dat gaat verder dan een normale DJ-set. Dus het is hartstikke leuk om dat één keer per jaar mee te maken. An important element this year is the video projection, in which the story of Wicked Wonderland is being told. We maken op dit moment de opnames die gebruikt worden in de show. Dus we hebben verschillende spelscènes in verschillende achtergronden met decors. En die worden dan weer vertoond op banners. Het thema is Alice in Wonderland. Dus vandaar dat ik er nu heel erg lief en onschuldig uitzie. Maar ik heb ook een alter ego en zij heet Melis. En dat is de dame met donker haar, felrode lipstift en hele sprekende ogen. We volgen een meisje, Alice, die eigenlijk door verschillende deuren stapt en daardoor verschillende sferen en werelden meemaakt. Het bijzondere van Sensation is dat het iedere keer weer een andere wereld is en dat de wereld steeds mooier en spectaculairder moet worden en dat er steeds weer een verrassend element in vorm moet komen. De spanning nadert en is stijgende. Wat we hebben gedaan nu de 10e editie, daar wilden we ook echt wel uitpakken. Hebben we nog een keer gezegd naar ook alle bezoekers die hier weer naartoe komen. Nu zelfs 2 dagen achter elkaar. 2 keer 40.000 mensen. Nou, we willen echt laten zien dat het kaartje echt meer dan waard is. The event is enormous. Construction work goes on non-stop 24 hours per day. 3 trailers for sound, 6 trailers for lighting and 8 trailers for the decor are wheeled into the arena. 6 full-color lasers, 350 moving lamps, and no less than 14 video screens of 59 feet high will tell the story of Wicked Wonderland. We zijn vrijdag begonnen met de rigging. Vrijdag overdag. Vrijdagavond zijn we begonnen met echt de decor en het licht naar binnen te rijden. Zaterdag overdag weer meer licht en decor erin gebracht. Zaterdagavond podium gebouwd. En gisteren zijn we begonnen met alles afwerken. Het scherm ophangen. Nou, we zijn nu de puntje op de i aan het zetten. Dus vanavond is het technisch opgeleverd en dan kan Sander met zijn team beginnen met programmeren. Ik heb een heel team, een heel goed team, waar we eigenlijk dit nu helemaal in totaal een totaalplaatje mee hebben gemaakt. En wat volgens mij zeer doordacht in elkaar zit. Dat we gewoon gisteravond klaar waren al met de show. Dat hebben we nooit gehad, met geen evenement. En nu hebben we gewoon 4 dagen de tijd om de show te repeteren, te programmeren. Puntjes op de i te zetten, nou, ik vind dat toch wel echt een, vind ik echt stoer. Je komt binnen in een wereld waarin je gewoon een aantal witte torens en een witte banner ziet, een paar witte schilderijen, waar feitelijk nog niks op gebeurt. Maar we hebben dus voor een soort van transformatieproces gekozen gedurende de avond, waarbij eigenlijk allerlei verschillende soorten werelden ontstaan. Dat gebeurt middels video, maar dat gebeurt ook middels allerlei soorten objecten die uit andere objecten weer klappen, waardoor de ruimte eigenlijk continu verandert. Het staat als een huis, als vlinder. During general rehearsal, everything is reviewed one more time and everything comes alive. Months of preparation paid off. Everything goes as it should be. The 10th edition of Sensation is ready to start. It will be a huge spectacle this year as well.
VIP guests are granted entry to the deluxe areas and are about to experience a very special evening. Is in the same color, so there's no distinction. Production is untopped by any other organization. It's big. I've just looked outside. It's even better this year. It's actually amazing each year to see it grow as well. Here we have a lot of communication between the guys who are doing the show, actually the show with the entertainment, the light, the special effects, the video effects. And myself as a DJ. If you look at the whole production, the entertainment, the dancers, the sound system, pretty much everything is covered really, really well. Edition of Sensation has been a huge success. The Wicked Wonderland show is ready to conquer the world.